En als ze dat willen, nou, dan zou ik er vertrouwen op hebben dat er echt wel pedagogen zitten bij de NTR. Mm-hmm. Die daar een mooie wending aan geven. Dat er echt nog wonderen gebeuren. Volgens mij genieten die en wrijven die in hun handen. Dat ze het weer voor elkaar hebben dit jaar. En dat heel Nederland in de ban is. Nou, niet eens de ophef, maar dat het weer gewoon leeft. Dikke paniek gisteren in het Sinterklaasjournaal. Pakjesboot 13 is gezonken. Nou, jongens, dat ziet er niet best uit. Alle pieten verlaten het zinkende schip. En vervolgens sloot het Sinterklaasjournaal af met schokkende beelden van een schip dat als een Titanic zonk. Ja, dat kunnen we niet onderschatten, de impact daarvan. Op de sociale media zag je vervolgens heel veel berichten van ouders van wie de kinderen helemaal in paniek waren geraakt. Bedankt NPO 3, wegavond, kind helemaal oversturen naar het Sinterklaasjournaal, twittert een ouder. Gaan de verhalenmakers niet een beetje te ver, Angela? Jij hebt nog... Mijn jongste is 9. En die hebben we afgelopen zomer verteld dat het hoe het geheim van Sinterklaas in elkaar steekt. Omdat we niet wilden dat ze het op het schoolplein hoorden en nog een hartstochtelijk gelovige was. Ja, ik verbaas me erover hoe kort het geheugen van mensen is. Want het is ieder jaar namelijk dit. Ja, maar nu wordt het wel heel heftig. Nee, dat valt echt wel mee. Want we hebben de pakjesboot gehad die omgekeerd was en richting Spanje vaarde, omdat er een Piet aan boord was met heimwee. We hebben een jaar gehad dat de pakjes allemaal overboord waren geslagen en in de zee dobberden. Dus ja, toen was het ook allemaal heel spannend of het allemaal wel door zou gaan. We hebben Americo gehad die doodging. Of Sinterklaas weg was. Is altijd een spannend verhaal geweest. In mijn jeugd bestond Sinterklaas nog niet, maar mijn ouders die maakten er iets van in september, dan werd al gewaarschuwd voor de voorpieten. En dat betekende dat je op je hoede moest zijn, want er werd al op je gelet en er hing vanaf of je wel of niet wat kreeg. Dus een beetje spanning opbouwen richting Sinterklaas, dat hoort, dat hoort erbij. Dus worden we een beetje overgevoelig? Is het een beetje gedoe om niks, dit? Nou ja, Twitter is natuurlijk ook een perfecte uitlaatclip voor iedere individuele ouder die dit waarschijnlijk voor het eerst meemaakt. Blijkbaar is er zijn inderdaad wel kinderen in paniek nu. Tuurlijk, maar dat zijn het ieder jaar. Mijn moeder was tot afgelopen zomer kleuterjuf en die was ieder jaar weer blij. Ze vond Sinterklaas fantastisch. Maar ook ieder jaar weer blij als die man gewoon in Nederland was. Want er was werkelijk die week voorafgaande aan de intocht geen land te bezeilen met de kleuters. Want die waren echt compleet van het padje. En de ouders, hè, in het onderwijs hebben we het tegenwoordig meer te stellen met ouders dan met kinderen. En dat is bij dit soort verhalen in feite ook zo. Ja. De ouders die doen... Maar die het hoort erbij. En volgens mij is het heel simpel. Het is zo ingewikkeld dat je het zelf maakt. Als jij zegt tegen je kinderen, ook al zijn ze 3... weet je, het komt wel goed, we gaan zaterdag echt wel gewoon naar die intocht. Sinterklaas vindt altijd een oplossing voor iets. Dan is het toch klaar. Oké, dat is gewoon eigenlijk een tip die je geeft. De NTR zou hier wat meer rekening moeten houden. Sjerik, dat het niet, hoe zeg je dat, te ongeloofwaardig wordt. Ja, onzin. Als je als ouders echt zorgen maakt over de tere zieltjes van je ouder, ga dan zelf een verhaal vertellen, pak nou het boek erbij en doe niet de NTR. Het is toch jouw keuze om ze wel of niet te laten meegaan in het NTR-verhaal. En als ze dat willen, nou, dan zou ik er vertrouwen op hebben dat er echt wel pedagogen zitten bij de NTR die daar een mooie wending aan geven, dat er echt nog wonderen gebeuren. Volgens mij genieten die en wrijven die in hun handen dat ze het weer voor elkaar hebben dit jaar. En dat heel Nederland in de ban is. Nou, niet eens de ophef, maar dat het weer gewoon leeft en dat iedereen toch weer... En dat we het over iets anders hebben dan over... Ook dat, ja. Ze staan iedere dag in de top 5 met de kijkcijfers. Sjerik, kijk jij als volwassene eigenlijk? Want er zitten ook heel veel leuke grapjes voor de wat ouderen. Nee, eerlijk gezegd, ik kijk zeer zelden televisie. Ik heb groot bewondering voor het vak van Angela. Dat is een hele opgave. En tegenwoordig kun je zo selectief kijken wat je wil kijken. Ik heb gisteren naar Op1 gekeken, omdat Karel Smouten dus zat met zijn boekje. Ik heb me ontzettend zitten opvreten. En ik dacht ook weer van, ja, dat moet ik dus ook niet doen. Ja. Nee. Angela, die grapjes voor volwassenen. Mm-hmm. Dat neemt een beetje toe ook. Hè? Dat was eerst heel subtiel en af en toe een grapje. Maar dat wordt die dichtheid van die grapjes verwijzingen naar actualiteit. Ze weten natuurlijk dat ze, als ze de ouders hebben, dat ze de kinderen ook hebben. Ja. En ik moet zeggen, ze doen het ook gewoon echt ieder jaar heel slim. Op het moment dat Matthijs van Nieuwkerk, volgens mij was het vorig jaar of dat jaar ervoor, opduikt als opeens burgemeester. Ja, dan heb je mij ook weer 5 afleveringen lang aan die buis. En de beste jeugdliteratuur heeft altijd de gelaagdheid, waardoor er ook iets leuks in zit voor de ouders. Zeker. Dat, zo is het. Dus bij Toon Tellegen ook zo. Daar zitten ouders soms te bescheuren om grapjes waar de kinderen nog niet snappen. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.